1, 2. Woehoe. Dat is grappig. Good morning en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag en ik ben wakker geworden in Zwitserland. En ik voel me echt zo beroerd. Sander en Olivia zijn net naar het ontbijt gegaan. En ik heb echt de hele ochtend al het idee dat ik moet overgeven. Maar ik moet niet overgeven. En ik heb daardoor echt steken in mijn buik. En I don't like it at all. Ik zit te twijfelen om toch naar het ontbijt te gaan. En dan maar gewoon te gaan eten. En dan kijken wat er gebeurt. Maar als ik al denk aan eten en opstaan, moet ik zeg maar in mijn hoofd bij dat idee moet ik overgeven. So I don't know. En laten we zien hoe deze dag gaat verlopen. Oké, I got out of bed. And it's snowing. Oh, dit is zo leuk. I'm so excited. Oh, er zijn kerstbomen daar bij het zwembad. Kijk. Oh my god, het is min 5. Daar is het zwembad. Daar wordt de kerstboom geplaatst. Oké, snel de deur dicht. Ik vraag me af of Sander de sleutel mee heeft. Van de hotelkamer. Maar ik ga ze toch even zoeken bij het in de ontbijtzaal. Ik heb een shirt van Sander aan overigens. En een wijde bril op. Ik heb zo'n buikpijn. En nee, ik ben niet zwanger. Voor degene die dat gaan commenten. Ondanks dat ik echt heel erg misselijk ben. En toch het is. Ik heb ze gevonden. Olivia met haar Haagse mat. En baby daddy. Olivia is het bakje aan het leeg eten van mijn croissantje. Weet je waar je zit? Waar moet je op drukken? Goed zo, wat knap. Die heeft een sneeuwpak aan, het is zo lief. Zo, kom maar. Ga je naar de maan? Ga je naar de maan? Vind je leuk? Vind je het leuk? Dat is grappig, hè? Vind je niet grappig? Hey, oh, vind je het grappig? Of vind je ben je er een beetje beduust van? Eén, twee. Woehoe. Dat is grappig. Kijk. Dat is... Wil je het eruit? Dat kan je vast wel. Doe maar, probeer maar. Nog een keer? Maar dat kan je toch wel? Toch? Oké, het is mij gelukt om mezelf enigszins te fatsoeneren.
En ik heb deze nieuwe trui aan van Baum & Verd Garden. En een witte broek en daaronder nog thermo. Thermo niet ondergoed, thermo onderpak. Dus ik ga. Sanna en Olly wachten op mij. Ik ben natuurlijk altijd de laatste. Even kijken. Mijn jas aan. Deze jas heb ik ook al lang niet aangehad. Die heb ik al een jaartje. Of anderhalf of twee jaar. Best wel lang. Dus. Let's go. Olly er sneeuwschoentjes mee. Dit mee. Misschien een tas. Ja, een tas mee. Oké, tot zo. Wat doet ze? Dat is leuk. Echt? Ja. Oh my god. Eet makkelijk. Kijk wat ik eet. Salad. Ik heb een broodje caprese op. Die was heel lekker. Ik vind het ook beter om zeg maar af te vallen voor kerst dan na kerst. Ja, is het ook. Ik ga mijn camera's even schoonmaken. Die is echt vies. Oh my god, echt een verschil die ik heb schoongemaakt. Kijk. En the best thing about Vlogmas is Christmas trees. En ze zijn deze aan het opzetten nu. En kijk, hier is het buitenzwembadje. Super warm. Ze hebben met Olivia ook al in geweest. En daar zijn allemaal bergen, maar het is nu mistig. Maar die meneer is lichtjes aan het ophangen. Zullen we dan vanavond gaan zwemmen, San? En dan staan die kerstbomen zo bij het zwembad met hun lichtjes aan. Lijkt je dat leuk? Nou, dat lijkt me echt ja, verschrikkelijk lijkt me dat. Ja? Ja, in de top 10 van worst things te doen, staat hij echt in de top 3. Zeg maar, op 1 staat dan volkerenmoord, op 2 staat dan... ja, dan dit denk ik. Onrecht tegen kinderen en op 3 van worst things te doen, zou dan in een buitenzwembad in Zwitserland in de avond met kerstbomen met lampen. Zwemmen, dat lijkt jou vreselijk. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ik heb trouwens allemaal nieuwe leuke broeken voor Olly gekocht. Die je nu niet goed kan zien. Kijk. Hier is voor Island. Ja! 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 Wat vind je van de sneeuw? Vind je het mooi? Olivia. Vind je de sneeuw mooi? Kijk, een lubbe. Zijn ze aan het zwemmen beneden? Ja. Maar ik vind het toch best wel licht buiten. Voor als het zo donker wordt. Het gaat in de bergen heel snel, toch? Sneller? Nou ja, je hebt natuurlijk een hogere horizon, toch? Oh ja, dat klopt. Hey! Mama, kijk! Zullen wij samen een sneeuwbal gaan maken? Wauw. Ja, dus laten we zo gaan. Als jij klaar bent. Ik ben zo wit als de... Zo wit als sneeuw. Die sneeuwwitje. Ik ben zo bleek, vind je niet? Nee. Opa, opa. Ik heb namelijk voor mijn bronzer geen poederkwast bij me. Het interesseert Sander echt opa. Helemaal niks. Deze oppervlakkige prietpraat. Bye bye. Anyways. We gaan naar buiten. Jij wordt ingepakt. Flinke hoesten. Dit zijn echt goede slaars ook voor haar. Ook sowieso voor op de crash. Ga staan. We hebben de slee voor Olivia gevonden. Wacht zo. En het is
Wat voor, hoe warm zou het zijn? Min 5? Hoe koud? Kan ik zeggen. Min 2 denk ik zo. Het valt best wel mee, moet ik zeggen. Het is minder erg dan als het in Amsterdam min 2 is. Maar we hebben ook veel lager aan. Ik wil Olivia haar sneeuwpak eigenlijk ook hebben. Ik vind hem zo leuk. Jammer dat dit de grootste maat was. Oh, het is hier zo leuk, kijk. Oh, nou, hij pakt alleen maar de mist op en niet de rest. Maar goed, we gaan even het dorpje in. Wij hebben nog even een avondduik gedaan. En nu is het bedtijd. We gaan tanden poetsen trouwens eerst nog even. Ja. Olivia gaat haar tanden poetsen. En Olivia kijkt naar Kikker. Dat is vandaag haar lievelingsserie. Nee, dit is toch Bamba. Oh, zet Bamba maar weer op. Ze keek naar Kikker net. We hebben vandaag echt leuke foto's gemaakt. Zoals deze. Deze. Oh, ik weet eigenlijk niet of deze online is als ik. Deze. Oh, deze slaapt nog steeds niet. Mijn allerliefste kleinste babytje. Zet er schrammetjes dan. Ja. Ik hoop echt dat die buikgriep die ik heb morgen wat minder is. Ik heb geen buikgriep. Ik heb wel buikgriep. Het zou echt fijn zijn. Waarom ben je naar atleten aan het kijken, Son? Dat is maar de new me. Wil je een atleet worden? Hè? Ik denk dat een bepaald persoon naar bed gaat. Die likjes. Nou. Oh, papa. Oh, nee. Nee, ze stopt. Ga naar bed. Bam, bam gaat slapen. Wat rust een slaapje doen, bam, bam. Dag, bam, bam. Oh, nee. Bam, 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 bam. Oh, papa. Bam. Dit. Hey guys, ik moet fluisteren, want Olivia slaapt op deze kamer. Ik ga slapen. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden en ik zie jullie morgen. Merry little Christmas.